Goodwood bereidt zich voor op het Festival of Speed. Zuinig rijden, wat scheelt het nu eigenlijk in praktijk? Instappers, zijn die eigenlijk wel te koop? Dag en welkom bij een nieuw Oudweek-journaal: het Goodwood Festival of Speed. Daar zijn we als Oudweek altijd graag bij. Onlangs was de persdag voor editie 2013 en collega Michiel Willebrands ging vastkijken. gary, what can we expect this year on the festival of speed? well, as you can see, michael, there's an awful lot here that really represents this year's festival of speed. so we've got 50 years of the porsche 911 that we're celebrating, 50 years of mclaren, which are just next to us here, also 50 years of lamborghini, so lots of good anniversaries, and 90 years of the le mans 24-hour race as well. so we'll have a lot of the winning cars here from the early blower bentleys in the 20s right up to the audis that have won in recent years. And lots more besides. So seven Formula One teams confirmed now, including Red Bull and McLaren and Ferrari and Lotus, Mercedes, Benz, and so on. And and just lots and lots of great content. Any uh, drivers? Yes, we've got a few drivers. We've got some great past masters, some ex world champions. So, Alan Prost is coming back. We had him here for the first time last year. Enjoyed it so much. He's confirmed now for this year's. It took us almost 20 years to get him here, but now that he's been once, I think we'll get him every year, hopefully. Emerson Fittipaldi, Sir Jackie Stewart, and a lot of the modern guys as well. So, although not quite confirmed yet, almost certainly the likes of Jensen Button, Mark Webber, and I say a lot of the current Formula One drivers. <laughs> Dat was de persdag voor dit jaar, maar uh, Michiel, het leek al alsof het festival al aan de gang was. Ja, dat, uh, dat kun je echt wel aan die Engels overlaten hoor. Alles tot in de puntjes verzorgd. Uh, ja, ik was er vorig jaar niet bij, jij wel. Ja. Dus dit was voor mij uh, de eerste keer Goodwood, maar ja, het, het zag eruit alsof het festival inderdaad al aan de gang was. Maar dan zonder die honderdduizend uh, uh, mensen die er normaal gesproken rondlopen. Ja. Ja, ik was ze erg onder de indruk. Er rijdt natuurlijk ook echt van alles en nog wat rond. Hè? Van moderne supercars tot, tot echt oude, oude automobielen. Raceauto's, rallyauto's, noem het maar op. Ja. En alles gaat ook gewoon vol gas die heuvel op. Ja, maar dat houdt ze niet in is. Ik ben die oude nee, auto's eigenlijk nee, ongelooflijk. Dat is echt super gaaf om te zien. Nou, er loopt ook alles aan. Oudcoureurs, ex-wildkampioenen lopen gewoon in het wild daar rond. Je kunt ze gewoon aanspreken. Ze vinden het allemaal geweldig. Ze zijn heel relaxed. dus echt een hele leuke sfeer. We hebben eigenlijk al gehoord net in de video wat er voor dit jaar het programma staat. Maar altijd eind van de zomer zo'n beetje. Je hebt altijd een Goodwood Revival. Wat is dat dan? Ja, dat is inderdaad uh, iets soortgelijks. Maar dan uh, richten ze zich echt op de, op, op de 50s en de 60s. En dan moet je ook echt. Helemaal in tenue aankomen. Als je daar in je, in je, in je nette pak uh, nou nu aankomt, dan kom je de poort niet in. Ja. Dus je, ja, je wordt geacht je helemaal in de stijl van toen aan te passen. En het hele decor is ook zo. Supermarktjes en, en alles is nagebouwd in die stijl. Uh, je stapt echt een andere wereld binnen. Ja, nou ja, wij zijn dit jaar natuurlijk weer bij. Maar voor de mensen die erheen willen, wanneer vindt het plaats? Uh, 11 tot en met 14 juli. En ja, kaarten zijn op de site van, uh, van het Goodwood Festival uh, te koop. Oké, okay, nou, ben benieuwd naar dit jaar. Michiel, dankjewel. Dat je zuiniger rijdt als je je snelheid een tandje terugschroeft, dat weet natuurlijk iedereen. Maar hoeveel scheelt het nou daadwerkelijk in praktijk? Wij namen de proef op de som. Dus 100 rijden of 130 rijden op hetzelfde stuk, rijden met een veel hogere bandenspanning, rijden met de airco uit of rijden in een hogere of lage versnelling. We hebben uitgebreide meetproef gedaan en de resultaten zijn toch interessant. Je leest het terug in AutoWeek 12, de budget special die inmiddels in de winkels ligt natuurlijk Leuk al die vanaf-prijzen waar autofabrikanten mee adverteren. Je kent het wel: een nieuwe middenklasse op een billboard van vanaf 15.999 euro. Terwijl een beetje leuke versie in praktijk misschien al 25 kost. Maar zijn die goedkope versies eigenlijk wel te koop of bestaan ze echt alleen maar in de prijslijst en in de folder? Wij hebben ook hier de proef op de som genomen. We zijn undercover naar diverse dealers gegaan en zeiden we willen het instapmodel met niks erop bestellen. We kregen in elk geval een hele hoop verbaasde blikken, maar kregen in praktijk ook daadwerkelijk een orderformulier mee. Dat lees je in autoek nummer 12. Dat was Oudweekjournaal weer voor nu. Morgen in het AD uiteraard weer onze Oudweekpagina's. Met deze week uitgebreid aandacht voor het verdwijnen van de FM-radio ten gunste van internetradio's en satellietradio. Ik wens jullie vast een fijn weekend. Collega Roland Tameling is op dit moment aan het stoeien met de Ford Fiesta ST in Frankrijk. Ik ben ontzettend nieuwsgierig naar zijn bevindingen. Fijn weekend en tot snel. Dag.